maar ik is dit zijn Suriname, Suriname International Badminton Toernooi. Het jaarlijkse toernooi van Surinaamse badminton. Trouwens, de Surinaamse badminton bestond afgelopen zaterdag 55 jaar. Alsnog felicitaties aan deze bond. En misschien mooi dat die dan viel op de finale dag van het Suriname International Toernooi. Goed te zeggen dat er veel internationale deelname was, maar dit jaar zelfs maar uit Italië, uit Amerika, uit de Tsjechische Republiek. Natuurlijk onze buurlanden en daar hebben we de regio Guyana, Trinidad, Barbados. En zo hebben we een flinke deelname gehad van internationale sporters. Hallo met de finale dan was afgelopen zaterdag en toen hadden we dus 5 finale wedstrijden. Oké, okay, dat is goed. Suriname was er voor 2 van die finale partijen. De eerste, dat was de eerste finale wedstrijd van de dag, was het van mijn dubbelspel, waar de Suriname die gewonnen werd door Mitchell, onze Nicromo en Christel Leefmans. Mitchell en Christel die spelen dus in een geel shirt en zwarte broek. Tegenstaan dus in deze finale waren Dave Kodabrugs en Elisa Piek. Misschien mooi te zeggen dat Dave Kodabrugs, dat is een man in het wit aan de andere kant van het net, ook van Surinaamse kant is, maar hier kijken we gewoon tegen de Nederlandse top en eigenlijk nu nog steeds behoort van de Nederlandse top. Wij dubbelen dus samen met Elisa Piek, terwijl ons gemeente Mitchell, onze grote beste Leefmans, heel langzaam spelen. Mooi dat ze dan de finale bereikt hebben en ik moet zeggen dat de finale wedstrijd heel spannend was. De eerste zijn we gewonnen door Dave Kodabrugs en Elisa Piek in 21-17. Mitchell en Christel die maakten gelijk voor zijn tweede wedstrijd in 21-18. En de laatste set, de heel spannende beslissende set, was ook een heel spannende. De teams die elkaar geen duim breed. Het kon in de kant erop gaan. En de beslissing is vast. In het laatste gedeelte van deze wedstrijd gevallen. Het was interessant. Vrij hoog niveau, moeten we zeggen. Bij de Surinam International Network. Niet alleen van dit onderdeel, maar aan de 5 finales waren van bijzondere kwaliteit. Kijk, de beste SI sinds de start van het toernooi. We gaan nu dus naar het einde van deze wedstrijd toe. Het zit dan dicht tegen het laatste punt aan. En het laatste punt zal gescoord worden door het kapitein Kodabrugs en Elisa Piek. Twitter, denk ik. Zeker niet vanzelf. We zijn er heel blij. We hebben heel lang niet samen gespeeld. En als je dan hier komt spelen met de insteek om voor plezier te gaan, dan is het mooi dat je kan winnen. En we zijn heel blij met de tegenstand die we krijgen. Want dat geeft aan dat het Surinaamse badminton gewoon echt heel aankomt. En daar ben ik blij mee. Echt heel blij mee. Natuurlijk. Ik ben in de finale gewonnen. Wat is het plan tegen Mitchell en Christen? Gaan we lekker spelen. En als je lekker speelt, plezier hebt op de baan, dan komt de rest vanzelf. Maar niet zonder nodige spanning. Dat begrijp ik, want het wordt 3 sets en de laatste set staat 19-19. Kun je op dat moment op het veld nog afspraken maken of is het go with the flow? Ja, in principe wel. Alles zo laag mogelijk houden. Als je het hoog speelt, dan heb je al aanval tegen. Dus alles zo laag mogelijk. Geen safe, geen fouten maken. Anders is het snel klaar. Dus vinden jullie regelmatig in Nederland samen? Nee, eigenlijk niet. Elisa is nu al 1,5 maand in Suriname. En ik ben sinds januari gestopt met de nationale selectie in Nederland. Dus het is na lange tijd dat we weer samen op de baas staan. Voordat ik verder ga, 1,5 maand in Suriname, betekent dat je nu hier woont? Nee, ik loop hier stage. Dus ik ben nu nog tot eind december
Dus het was echt toeval dat ik dit toernooi kon spelen met Dave. Dave, een Surinaamse background. Je ziet het Surinaamse badminton nu. Gaat een beetje vooruit, denk ik. Wat zeg je ervan? Ik ben heel blij om te zien hoe het niveau is. De afgelopen dagen hebben we een geweldig spannende wedstrijd gezien. En je merkt in het publiek het Surinaamse temperament. Zorg voor een goede sfeer in de hal. En ik denk voor mij vanaf dag 1 al een geslaagde Suriname international. Dus ik ben heel blij. En jij kijkt ook met een hele brede smile terug op dit toernooi, hè? Ja, zeker. Deze plek ook wel even, hoor. Even gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe kijk je terug op deze finale? Nou, heel erg bedankt, heren. Vaak kan ik een voorbeeld hebben dat Duitsland geeft. Want Maya was veel ook tegen iemand die heel veel ervaring heeft in het Europees circuit. Dus ik denk dat ook de Duitsland heeft gespeeld. Christel, na 2-6 tot 1-1, wat was de afspraak voor de beslissende set? Gewoon kalm blijven. En zo zou ik proberen te spelen. We zijn natuurlijk in kampioen geworden, maar ben je tevreden met de semi-kampioen? Ja. Ondanks mijn weinige trainingen en minder mentale voorbereiding, ben ik trots op mijn partner. Had je gedacht aan het begin van dit moment dat je in de finale zou bestaan? We hadden gehoopt, omdat we eigenlijk we weten wat we kunnen. Maar net als ze zeggen, hebben we de laatste tijd minder goede voorbereiding gehad. Dus we waren toch wel blij dat we in de finale staan. Wat zegt dat was een stilte. Precies, en wat zegt dit resultaatje over dit koppel? Nou, dat het proberen waard is, denk ik, want dat moeten we zelf winnen in de finale.